Oké, we gaan verder met het examen van NASC 1, of de natuurkunde, van 2017 eerste tijdvak, VMBO, GL en TL. We waren bij opgave 9. Als de gasdruk groot genoeg is, dan vliegt de bal met een knal van de middelbus af. Het geluidsniveau op 1 meter afstand is een 160 decibel. In welke zone van gehoorgevoeligheid ligt dit geluidsniveau? Nou, heb je vier mogelijkheden. Antwoord is C. Hoe kom je daar nou aan? Bij een is dat. Dat doe je met behulp van de basisbinders. Dan ga je naar tabel 28. Daar staan de tabel van de gehoorgevoeligheid. En dan zoek je in de linkerkolom 160 decibel op. Dat is bijna onderaan. En dan zie ik helemaal in de rechtse kolom pijngrenzen staan. En dat is C. Dus zo kom je eraan. Dan opgave 10. Op de verpakking van het karbiet zit een etiket. Calciumcarbide, toepassing karbietschieten, belangrijke aanbevelingen. Even lezen, bij het karbietschieten geschikte werkhandschoenen en een veiligheidsbril dragen. Vormt licht ontvlambaar acetyleengas, dat kun je aan dit pictogrammetje al zien. In contact met water en vochtigheid, irriteert de ademwegen en de huid. Stof niet inademen, gevaar voor oogbeschadiging. Oké. Bij contact met de ogen direct met water uitspoelen en een arts constateren. Luchtdicht bewaren, verpakking droog houden. Er staan hier nog een aantal pictogrammen. Inhoud 1500 gram of 1580 mm. Oké. De pictogrammen op dit etiket zijn verouderd. Op de nieuwe verpakking staan andere waarschuwingspictogrammen. Welk pictogramma hoort er zeker bij dit etiket? Nou, die ontvlambaarheid die staat erop. Die is volgens mij nog steeds geldig. Je kan dit soort pictogrammen trouwens vinden in tabel 31 en 39 van de BINOS. Nou, gaan we eens even kijken wat in de tekst staat. In het geval dat het irriterend is en oogbeschadigingen kan geven. Dus als ik dan in de tabel kijk, dan zie ik deze daarbij staan. Dat is B. Dus die hoort er zeker bij. Ja. Ontvlambaar natuurlijk ook al, maar die staat er al op. Die zal er wel blijven. Deze betekent dat het gas onder druk is. Ik denk dat de druk van dat er mee valt, zolang je het niet aansteekt, dan wordt de druk pas hoger natuurlijk. Deze betekent gevaarlijk voor waterrijk milieu, staat verder niks over in het tekstje. En deze, dat is oxiderend, daar heb ik ook niks over gelezen. Dus B is de juiste en dat is ook wat hier staat, dus dat klopt dan wel. Op het etiket staat inhoud 1000 tot 500.000 gram. Welke natuurkundige grootheid hoort bij de genoemde eenheid? Ook het is gram. Moet je even opletten. In het dagelijks leven, als je het over gram en kilogram hebt, noemen mensen dat gewicht. Maar in de natuurkunde hoort gram bij massa. Dus B is, ja, en we zitten, het is natuurlijk een examen, dus dan moet je dus niet het dagelijks leven nemen, maar de natuurkunde definitie en dat is massa. Volume, dat heeft natuurlijk niks met gram te maken. Dus kubieke centimeter, kubieke meter en dat soort dingen. Dus het is B en niet A. Een beetje een instinkertje. Goed, buiklanding, nieuwe opgave. Darren Taylor is een stuntman. Hij laat zich vanaf een platform in een ondiep zwembadje vallen en landt daarbij plat op zijn buik. Hier zie je dat in een plaatje. Darren klimt langs de ladder naar het platform. De energie die hij daarvoor nodig heeft, haalt hij uit de verbranding van voedsel. Noteer de energiesoort die hier in voedsel zit. Ja, dat is een beetje, dat is chemische energie. Dat staat hier ook. Darren klimt naar het platform boven het water en maakt een vrije val. Je ziet de uitwerking bij vier grafieken. Over de grafieken staan twee zinnen. Zet achter elke zin een kruisje in de klom. Die hoort bij de bewering van Darren. Hier staan de grafieken. Die heb ik nog een keertje gekopieerd vanuit de bijlage. En hier staan die zinnen met die tabel. Even kijken. Het snelheidstijd, VT, snelheidstijd, die gram heeft de vorm van een grafiek. Nou, eens even nadenken. Het is een vrije val die hij maakt. Dat betekent dus dat zijn snelheid, dat is een eenparig versnelde beweging, dat betekent dus dat snelheid neemt toe en elke seconde komt er evenveel snelheid bij. Dat betekent als je dat uitzet dat je gewoon een rechte lijn krijgt die schuin omhoog gaat en dat zie ik hier bij 2. Nou, dat is ook hier het antwoord. De ST-diagram, dat is de afstandstijddiagram. Oké, dat betekent dus dat zijn snelheid neemt toe. Dus in het begin legt de eerste seconde legt hij een aantal meter af, in de tweede seconde legt hij meer meters af, in de derde seconde legt hij nog meer meters af. Dus die grafiek van de plaatsje gaat steeds steiler omhoog lopen. Gebogen omhoog lopen. Steeds steiler. En als ik hier ga kijken, dan is dat dus hier bij 4 is dat het geval. Hier staat dat nog een keertje uitgeschreven, zoals je ziet. Als je het wil lezen, kun je even de video stilzetten. Kan altijd.
Oké. Okay. Darren, met een massa van 65 kilogram, maakt de vrije val tot het wateroppervlak van het zwembadje. Raakt bij een landing in het zwembadje heeft Darren een bewegingsenergie van 7150 joule. Bereken dan de snelheid bij het raken van het wateroppervlak. Oké, dan moet je natuurlijk met de bewegingsenergie gaan werken. Dan ga je naar de basis binas en dan vind je de formule van de... dit is bewegingsenergie, hier staat EZ, maar dat is niet goed, dat is een foutje. Dat moet... EK zijn. Ga ik even veranderen. EZ staat namelijk voor de zwaarte-energie, ook al potentiële energie genoemd. En die heeft niet als formule half een week gehad, maar helemaal H. Vinden we zo meteen in de volgende opgave nog wel. Dus de kinetische energie, de bewegingsenergie, is een half maal de massa maal de snelheid in het kwadraat. Nou, wat weten we dan? We weten dat de kinetische energie 7150 joule is, dat staat hier, en de massa is 65 kilogram. Oké, dus die vullen we netjes in. 6150, die een half is al gegeven, massa is 65, ook al in mijn V in het kwadraat over, moet ik nog het rekenwerk doen. Nou, V in het kwadraat is dan die 7150 gedeeld door wat hier staat, dus gedeeld door een half maal 65, even tussen haakjes zetten als je die rekenmachine doet, anders gaat het mis. Dus dat uitrekenen komt uit dat V kwadraat is 220 is, V is dan de borduit 220 en dat is 14,8 meter per seconde en dat is precies wat hier staat, als je ziet. Ja. 15 berekent dan de afstand van de vrije val. Moet even nadenken van, hij heeft dus, als hij gaat landen, heeft hij een bewegingsenergie van 7150 joule. Waar komt die vandaan? Die komt uit zwaarte-energie, ook wel hoogte-energie, ook wel potentiële energie genoemd. En wanneer heb je hoogte-energie? Als je hoogte hebt. Ja. Dus als je aan het eind 7150 joule bewegingsenergie hebt, dan moet hij bij het begin van de val 7150 joule potentiële energie gehad hebben, ook wel zwaartenergie genoemd, ook wel hoogteenergie genoemd, dat is hetzelfde. Nou, in de formule van de zwaartenergie, hoogteenergie, potentiële energie, die kun je ook vinden in de binnenste, die staat bij 714. De potentiële energie is m maal g maal hm, daarbij is m de gravitatieversnelling, en die kun je vinden in tabel 1, die is 10 op aarde altijd, tenzij anders dat aangegeven. Nou, ga ik invullen. De energie is dus 2150, de massa is nog steeds 65 kilo, die g is dus 10 en die hoogte die is onbekend. Nou, de hoogte is dan 2150 gedeeld door 65 maal 10, even tussen haakjes weer. Anders gaat het fout met de rekenmachine. En de hoogte is dan 11 meter en dat is precies wat hier staat. Oké, gaan we naar 14. Bij het landen in het zwembadje heeft Darren een energie van 2150 joule, hadden we al gezien. Zijn remweg in water is 0,30 meter. Bereken dan de kracht op het lichaam van Darren tijdens het afremmen. Oké, de energie die wordt helemaal, die verdwijnt helemaal tijdens het remmen. Als gevolg van de kracht, dus er wordt arbeid geleverd. Dus alle energie die wordt omgezet in arbeid. En die arbeid die is gelijk aan kracht maal afstand. Figuur, sorry, minus tabel 7,11 is dat. E is W is R maal S. Nou, die energie... die dus verdwijnt als gevolg van de arbeid, die is allebei 5150 joule. De F is de kracht, die weet ik niet. De remweg is 0,3. Oké, invullen, hier is dat gedaan. De kracht is dan 7150 gedeeld door 0,3. En dat is 22.000, hier staat een drietje te veel, denk ik. Newton, afgerond 2,4 maal 10 tot de derde Newton, vierde Newton die hier ook staat. Even correct maken. Je zag er nu wel goed, 23.833 newton, afgerond 2,4 maal 10 tot de 4e newton, en dat is precies ook wat hier staat. Oké, dat was 16, hè? Dan gaan we naar 17. Darren landt plat op zijn buik. Vergelijk de landing waarbij hij op zijn buik valt met de landing waarbij hij rechtdoor naar beneden valt, en omcirkel dan elke zin uitbuigen de juiste mogelijkheid. Die uitbuigen heb ik hier even gekopieerd. Bij plat op zijn buik vallen is de kracht op zijn lichaam groter of kleiner en de remweg even lang, langer of korter. Nou, als je gewoon normaal, zeg maar, niet plat op je buik valt, dan ben je tamelijk gestroomlijnd. Dus dan ondervind je niet zo heel veel weerstandskracht van het water, omdat je oppervlakte klein is. Als je plat op je buik valt, ja, dan gaat je hele lichaam weerstand bieden aan het water. Dus dan een grote oppervlakte, dus dan ondervind je ook een grote remkracht. Nou, als je een grote remkracht ondervindt, dat betekent dus dat je snelheid dan, die is zo weg. Je remt ontzettend snel af. Als je plat op je buik valt, als je gewoon erin duikt met een kleine oppervlakte, dan ga je natuurlijk veel verder naar beneden toe, dus heb je veel langere remweg. Dus als je plat op je buik valt, heb je dus een grotere kracht, grotere weerstand, waardoor je remweg korter wordt.
Dat is precies wat hier staat. Hier staat het nog een keertje uitgeschreven. Gaan we naar een nieuwe opgave, vogelbescherming. Er is een rookmelder in de vorm van een vogel. In de rookmelder zit een LDR, dat is een light dependent resistor. Een lichtafhankelijke weerstand. Mario onderzoekt de werking van de rookmelder. Je ziet hier een afbeelding van een rookmelder met daarnaast een verweldigd schakelschema. Dit is het plaatje ervan, dit is het schakelschema. Dus even kijken, wat is dit? Dit is de bron, dit is een zoomer, dit is een transistor, die schakelt tussen. Hier zit een weerstand, hier zit een LDR, een lichtgevoelige weerstand. Die reageert op hoeveel het licht erop valt en dat hangt vanaf of er rook is of niet natuurlijk. Hier heb je een lampje wat voor het licht zorgt. Hier hebben we ook nog een weerstand. Oké. Over de werking van de schakeling staan in de bijlage een aantal zinnen om cirkel de juiste mogelijkheid. Die heb ik er even gekopieerd. Hier staat die. Dan gaan we eens even kijken. Bij rook voor de LDR neemt de weerstand van de LDR af of toe. Nou, je moet weten dat als er minder licht op een LDR valt, dat dan de weerstand toeneemt. Veel licht op de LDR, weinig weerstand. Weinig licht op een LDR, grote weerstand. Kun je volgens mij nergens opzoeken, dan moet je gewoon. Dat is echt een weetje. Nou, oké, dan gaan we even kijken. Er loopt dan weer meer stroom door de weerstand of door de LDR. Weerstand 2 is. Kijk, hier staat de weerstand 2. De LDR zit hier. Meer stroom door de weerstand 2 of door de LDR. Laten we eens even kijken. Als hier de weerstand groot is, dan loopt er hier dus weinig stroom in dit stuk. Dat betekent dus dat er in dit stuk, of in dit stuk bedoel ik, betekent dus dat er in de rest van de schakeling meer stroom zal lopen. Hier komen we. Dus in de stroom door de LDR neemt af en de stroom door de weerstand nummer 2 die neemt toe. Nou, eens even kijken. Door de transformator loopt dan geen stroom van de basis, stroom van de collector naar de emitter. Nou, als hier stroom loopt, dat betekent dus hier loopt stroom, hè, dan komt die hier bij de basis aan. Ik heb hier nog dit plaatje nog een keer vergroot. Hier aan de linkerkant zit de basis. Hier zit dus een spanning op en hier loopt een stroom. Als dat het geval is, dan gaat de transistor open. Dat betekent dus dat, dat de stroom zo gaat lopen in deze richting van het pijltje. Dit is de collector en dit is de emitter. Dus als er gaat de stroom lopen van de collector naar de emitter. Dat is altijd zo. Als er stroom doorloopt, dan transformator is altijd van de collector naar de emitter. Nooit anders. Maar het is alleen zo als er hier een spanning op staat, een stroompje doorheen loopt. Ja. Oké. De zoomer maakt dan wel of geen geluid. Oké, er loopt dus hier loopt er stroom. Hè? Zo, dat hebben we net gezien. Dan loopt er dus ook stroom door die zoomer heen. Dat betekent dus dat hij geluid zal maken. Dat kan niet anders. Nou, op de rookmelder zit een test op om de batterij te testen. Bij het indrukken van deze knop onderbreek je een stroomkring en maakt de zoomer geluid. Op welke plaats zit de testknop? Nou, wanneer is het geval dat die zoomer geluid maakt? Dat is als de weerstand hier bij de LDR heel groot was. Dat zagen we net. Als er rook is, dan is er weinig licht en is de weerstand dus heel groot. Nou, hoe kun je dat simuleren? Ja, door hier op deze plaats, vlakbij die LDR, de stroomkring te onderbreken. Dus als je op deze plaats de stroomkring onderbreekt, krijg je hier dus een enorme weerstand. Net als dat er hier rook is. Dus als je op deze plaats de knop indrukt, dan krijg je dus eigenlijk dezelfde situatie als dat er veel rook zou zijn en er weinig licht op de LDR valt. Ja, dus plaats 3 is de juiste. Oké, in een volgend filmpje gaan we verder met opgave 20.